Goedenavond, het is weer borreltijd, een Late Night Nederland 3 programma waarin lekker geborreld wordt met hapjes erbij. Hallo borrelvrienden, nou, ik heb er zin in hoor. We zitten bomvol natuurlijk met die mystery guest die de metamorfose ingaat, de uitgaanstips en Ellen, wat kan ik voor je inschenken? Nou Peter, het maakt me eigenlijk niet uit als het maar meer zoet is en lekker sterk. Dan zou ik je willen adviseren om samen met mij een crème de menthe te drinken. Een crème de menthe? Dat is een mintlikeur, maar ik gooi er een hele speciale twist in. En wat is de twist dit keer weer, Peter? Heb je iets geks bedacht? De twist is een scheutje worstertjesaus. En dat geeft net die flavor van die mint meerwaarde. Nou, als je er ook maar een olijfje bij doet. Doe mensen, ik. We gaan het vanavond hebben over vrije tijd. Heeft u zelf wel eens vrije tijd of kent u iemand die daar direct of indirect mee te maken heeft of heeft gehad? Bel dan. Of misschien heb je wel helemaal geen vrije tijd omdat al je vrije tijd opgaat in je vrije tijd en je hobbybesteding. Is het ook leuk om door te bellen? Wij willen graag alles weten. Het kan natuurlijk ook zijn dat je in je werk heel veel vrije tijd hebt omdat het zo saai is. Bel ons lieve mensen, want er is een hartstikke handige elektrische kurkentrekker mee te winnen. Waarmee je in mum van tijd heel veel flessen achter elkaar open kan trekken. Dat kan reuze handig zijn. Hier. Een mierzoete cocktail met een pittige twist. Ik heb haar Spicy Fresh genoemd. Nou, proost Peter. Chin chin, ciao, cheers, cheerio. En laat het maar maar smaken. Mmm. Dat is inderdaad meer zoet, Peter, maar wel heerlijk. Zo, en heb jij veel vrije tijd, Ellen? Nee, dat valt tegen. Meestal ben ik in mijn vrije tijd toch bezig met dingen die zijn blijven liggen. Wat blijft er dan zo liggen? Ja, voornamelijk ik. Op bed of op de bank of op de grond. Met mijn dus eraan. Ja. En jij? In mijn vrije tijd douche ik. Oh. Met mijn korfbalvrienden en vriendinnen. We hebben een doucheclubje na afloop. En het is hartstikke leuk om met een heleboel mensen in een krappe douchecabine te zitten. Ja. En dan lekker elkaar lekker met een grove washand insmeren, dan kom je toch op plekken waar je normaal nooit komt, hè? Nee. Ja, ik douche eigenlijk nooit, want daar gaat mijn haar zo raar van zitten. Ik was me meestal met een washandje. Maar dan kun je ook beter focussen. Nou, u hoort het, er valt heel wat te vertellen over vrije tijd. Bel ons. Nou, dit vind ik altijd het leukste moment. De mystery guest staat weer klaar. Peter, heb je enig idee wie het is? Is het Joep van het Hek? Nee. Er zit wel is het een snor man? Aan. Is het een man? Ja, het is een man. Het is een man. Het is een man. Er zit een snor aan. Giel Montagne. Oei. Nico Haak. Nee, het is niet goed. Ik zal je een hint geven. Nou, wat zeg ik, hint? Boggel zal ik je geven. Zijn achternaam zit aan je jas. Je hebt ze lang, je hebt ze kort en je hebt ze bof. Korthals Altus. Pofhals Altus. Nee. Pofbroek Altus. Nee, Peter. Demis Roussos. Raad jij maar even lekker door. Wij gaan in de tussentijd even terugkijken naar een fragmentje uit de paranormale doos. Pofmouw, vleermuismouw. Nee, pof was goed hoor. Dat was pof. Goed. Zit in de pof nu. Ja. Dag allemaal, welkom bij Tineke's para-abnormale wereld. We zitten weer bomvol vanavond. We krijgen een fietsenmaker die op paranormale manier fietsen repareert. En mensen ook, dus dat wordt wat. Maar we gaan eerst naar Brazilië, daar ben ik vorige week geweest. En daar heb ik een documentaire gemaakt.
En, nou, mensen, u weet niet wat je ziet. We gaan er nu naar kijken. Dag allemaal. Ja, sta ik hier helemaal, kijk mij eens, sta ik hier helemaal in Brazilië. Nou ja, ik ben toch een gek mens. Je zou misschien denken dat de dokter die hier achter mij staat, dat die gek is. Dat is dokter Don Carlos José. Maar dat is die helemaal niet. Oh jee, vergeet ik het helemaal te vertalen. Dokter, I told the people in Holland that you are not crazy. Nou, hij zal ook wel denken, wat een gek mens. Maar goed, dokter, you are going to operate this woman. Yes, I'm going to operate this woman. I'm going to get the evil out of her. Zij heeft kanker. Hij gaat de vrouw opensnijden. Hij gebruikt daarvoor een vies aardappelschilmesje. Je weet straks niet wat je ziet. En hij doet dat helemaal zonder verdoving. Dokter, you use a potato knife? No, I use this knife. Yes. We call that in Holland, mensen, kijk, een aardappelschilmesje. We call that a potato knife. Yes. And now I'm trying to concentrate, yeah? Oké, mensen, hij gaat zich concentreren. Dus we moeten allemaal even... Can you please be quiet, please? Juist, dat wou ik zeggen. We moeten allemaal even stil zijn. Shh. Ja, ik geloof dat hij nu in trance is. Goed die camera op die buik houden, jongens. Ik wil wel achter staan. Oh, god, ik geloof dat ik niet ga kijken. Ik ga niet kijken, mensen, ik ga niet kijken. Oh, godverderrie. Oh, gadverdering, gaat hij met dat aardappelschilmes die buik opensnijden? Wat doet hij? Hij maakt een snee. Mensen, je weet niet wat je ziet straks. Oh, gadverdering. En het is ongelooflijk, en ik vergeet ook weer helemaal te vertalen. Unbelievable, dokter. En wat haalt hij eruit? Het lijken wel kippenlevertjes. Maar het zijn natuurlijk geen kippenlevertjes. Het zal de kanker zijn. Ja, dat zie je wel, ja. Dokter, is dat de cancer? Ja, zie je wel. Mensen, het is inderdaad de kanker van mevrouw die hier in dit bakje zit. Het is ongelooflijk. Goed, ik denk dat mevrouw even bij moet komen. Ik ook, ik ben het niet goed geworden. Ik ga even naar buiten. Het is hier vreselijk warm. Zo, senhor, pode ajudar ela. Obrigado. Zo, senhor, pode ajudar ela. Zo, mensen. Het is nu 5 minuten later. En de patiënt voelt zich, zoals u kan zien, kip lekker. Ze eet een bordje soep. Do you like the soup? Nou, ze verstaat het niet, mensen. Dat is logisch, want ze is Braziliaans. Nou, ik ga maar weer naar buiten. Heet hier. Nelly Smit Pofbroek Altes Kroes Kop. Nelly Smit Kroes. Nee, Peter, hartstikke lekker warm, maar het is toch net niet goed? Ik ga het verklappen. Althans, de gast mag het zelf verklappen. Kom maar voor de dag. Wie is u? Henk Mouwen. En hoe drinkt Henk Mouwen zijn Spicy Fresh vanavond? Met ijs en met borrelnootjes. Borrelnootjes? Dat is voorbij. Doe maar borrelnootjes. Borrelnootjes. Zal kijken wat ik voor je kan doen, Henk? Heel graag. Hi, Henk. Hoi. Lekker. Mag ik mijn jas uit doen? Ja, doe lekker je jas zomaar. Uit. Hi, hoi. Hallo. Nou, fijn dat je zo lekker op tijd bent. Ja. Heb je de weg hierheen makkelijk kunnen vinden? Nou, Studio 3 hier naartoe is 5 minuten lopen, dus dat ging redelijk makkelijk. Ja. Ja. Ik heb, als ik voor Studio 3 hier naartoe kom, dan neem ik altijd lekker mijn vouwfiets mee. Ben je er nog sneller? Ja. Ik hang je jas aan de kapstok, want staat het zo lelijk. Zo, jongens. Nou, op je gezondheid, hè? Proost, gin, tjaus, cheers, cheerio. En dat het maar mag smaken. Hartstikke welkom. Zo. Heerlijk drankje, zit toch lekker zoet. Henk, je hebt iets dierbaars voor thuis meegenomen. Dat heb ik. Ja, maar laat het nog eventjes, houd nog even bij je. We gaan eerst de vragenlijst afwerken. Oké. Okay. Antwoorden zonder na te denken. Denk je dat je dat kan? Antwoord geven zonder na te denken? Ik doe het meestal, dus... Goed, Henk, weet je wat? We beginnen gewoon. Oké. Let op. Mijn lievelingskleding is... Ik heb een hele oude trui die ik als liefste draag. Ja. Lekker. Voor het slapen gaan doe ik altijd eerst... mijn oog dicht. Ja. Ja. Van mijn uiterlijk ben ik het minst tevreden over... mijn armen.
Oh ja? Ja. Wat is er met je armen? Nee, dat is niks. Vandaar dat je mouwen hebt. Ja, zo. Ja, dit vind ik niks. Nee, oh. Mijn armen vind ik niet mooi. Te dik of te dun? Te dun. Oh. Ik word misselijk van... knoflook. Die zitten wel in die neusje, zo. Dus ik zal maar uitkijken. Ja, dan moet je die lichte niet opeten. Ja. Want die donkere is met een pindacoating. Oh, die kan ik wel. Ja, die moet je eten. Hm. Mijn meest recente dieptepunt is... dat ik weg moest bij de omroepvereniging waar ik werkte. En het hoogtepunt is dat ik weer bij een nieuwe omroepvereniging werk. Dus dat is gelijk een hoogtepunt. En ja, zou je kunnen zeggen. Dus je hebt het gecombineerd, een dieptepunt. Nou, eerst zo naar beneden en dan weer omhoog. Ja, het is allemaal een beetje yin en yang, hè, het leven. Mijn beste vriend heet... Skip? Pie. Nee. Nee, gewoon Skip. Goed. Ik heb toch zo'n verschrikkelijke spijt dat ik niet... Eerst wat anders ben gaan doen voordat ik bij de omroep ben gaan werken. Wat dan? Ik had wel willen reizen, steward willen worden of iets dergelijks. Als ik het nog eens over zou moeten doen, dan zou ik... weer hetzelfde doen. Heel goed, ja. Ik vind het saai. Dat zou ik ook doen. Het is een persoonlijke keuze, maar ik vind het saai. Ja, wat zou ik dan moeten gaan doen? Ja, weer de commissie... Heel, zeg steward dat je... worden. Reizen. Zeg dat je, weet ik veel, zeg iets. Wat is je hobby? Dat je van je hobby je beroep maakt. Sporten. Sportinstructeur, zweminstructeur, masseur, lekker masseren. Lekker aan lijven zitten. Nou, dat zou nog wel eens kunnen. Vind je het lekker om aan lijven te zitten? Jawel. Hm. Wat voor lijven? Maakt niet uit. Olijven. Ik vind het leuk als je lacht, hè? Ik geef het meeste geld uit aan... reizen. Nou, snap ik het niet meer. Je reist nooit. Jawel. Oh. Ik reis wel. Ik had het liefste... steward willen zijn, dan had ik niet hoeven betalen. Voor betalen. Maar als ik nu op reis wil, moet ik ervoor betalen. Het is een financiële kwestie. Juist. Goed. Henk, de kijkers hebben gebeld en die hebben je cijfers gegeven. Wat denk je dat je voor romantiek hebt gekregen? 7, denk ik. Nee, 8. Dat valt mee. Ja. Ja. En voor intelligentie? Laat ik het ook middenmoot houden. 7, denk ik. 9 was het. Toch? Ja. Ja, wij waren er ook verbaasd over. Ja. Ja. Wat denk je dat je voor sportiviteit hebt? Ik denk dat men mij ziet voor een 6. Ik heb een paar keer meegedaan aan sterrenslag. En daar ben ik zo gigantisch afgegaan. Ja. Dus dat zal een 6 zijn, denk ik. Het was inderdaad ook een 5. Dank je wel. Dan hebben ze goed gekeken. Nou, Henk. Ik vraag me af... wat is je favoriete borrelhapje? Dat is... ik weet niet hoe dat heet. Dat is die Spaanse worst. Chorizo. Hoe? Chorizo. Chorizo, ja. En dat in stukjes gesneden. En Ardennenham moet daarbij. Die combinatie vind ik heel lekker. Maar die Ardennenham dus in blokjes. Dan ga ik even kijken of het met één mes voor elkaar kan krijgen. Proberen. Goed. Je favoriete televisieprogramma? Weet je wat ik nooit oversla? Dat zijn die medische programma's. Waarin ziektes geconstateerd worden. Waarin kijkoperaties, echte operaties, transplantaties. Alles wat met je lichaam gebeurt. Nou Henk, dan hebben we een verrassing voor jou. Nee. Want we gaan kijken naar een documentaire over wel een heel bijzondere haartransplantatie. Kijk je even mee? Ja, okay. Dit is Jos van Tuyl. Samen met zijn vrouw en zoontje Ramon. Jos begon 10 jaar geleden last te krijgen van kaalheid. Een aandoening van de hoofdhuid waarbij haarzakjes uitsterven en haren uitvallen. Een veel voorkomend probleem bij mannen van middelbare leeftijd. Meestal wordt men door arts en omgeving gepusht om maar met dit probleem te leven. Soms lukt dit, vaak ook niet. Ik denk dat dat begin 80 was. Ja, begin 80 toen voelde ik dat er iets aan de hand was. Ik zag ook de eerste haren op het kussen van mijn bed liggen.
En ik heb het een tijd verzwegen. Maar Marion die merkte natuurlijk dat er iets met me aan de hand was. En toen hebben we erover gepraat, hier op de bank. Gehuild. Ja. Best wel. Het moeilijkste is natuurlijk voor Marion en voor Ramon. Zij moeten er de hele dag naar kijken. Ramon die had in het begin natuurlijk helemaal niets in de gaten. Hij was er te klein voor. We hebben het er later, onlangs, hebben we erover gepraat. En hij heeft met de juf in de klas het er ook over gepraat. Een groepsgesprek met alle kinderen in de klas. Mm. Over het probleem van papa. En ik geloof niet dat hij gepest wordt, hè? Dacht jij wel? Nee hoor. Nee, dus dat is goed gegaan. Halverwege de 80e jaren heb ik mijn eerste haartransplantatie gehad. En het is mislukt. Behoorlijk mislukt. En toen was de enige mogelijkheid nog, omdat ik op mijn achterhoofd nog een ring met haar had. Dan plaatsen ze een ballonnetje onder de hoofdhuid aan de achterkant. En dat blazen ze langzaam op, zodat de huid oprekt. En dat trekken ze dan naar voren. En dat was afgelopen kerst, was die operatie. Het is misschien wel leuk om deze foto's even te laten zien. Ik heb dus toen 3 maanden met een grote muts over mijn hoofd gelopen. Omdat je een groot gezwel hebt op je achterhoofd. Dat hebben ze toen dus losgesneden en naar voren getrokken en vastgemaakt. En toen dat gebeurd was, viel ook dat haar uit. En vanaf toen wisten we dus dat er verder niks meer aan te doen was. Nou, tot over 3 weken dan maar. Hè? Oh, wacht trouwens eventjes. Vergeet een receptje. Nee. En denkt u erom 3 keer daags in smeer en voorlopig niet korfballen, hè? Tot over 3 weken. Ja? Ja, meneer Van Tuil. Ja. Mevrouw Van Tuil. Middag. Femke de Bruin. Pardon. Femke de Bruin. Zo, zullen we gelijk maar eventjes de hoofdhuid bekijken? Ja. Er zit inderdaad weinig haar op. U komt in aanmerking voor een scrotumtransplantatie. Dat betekent dat we de huid van het scrotum los gaan halen. Ja. En de hoofdhuid loshalen. Ja. En dit omwisselen. Dan zou ik even het haar op uw scrotum willen bekijken. Om te zien of het in aanmerking komt. Ja. Dus als u even op wil staan en de broek uit wil doen. Er zit maar weinig haar op. Heeft u het geschoren? Nee, ik heb daar weinig haar, inderdaad. Oh, er zit haast helemaal geen haar zelfs. Nou, in dat geval hebben we er niet veel aan. Oh. Doet u de broek maar weer aan. In dat geval denk ik dat we het beste over kunnen gaan tot het vinden van een donor die zijn scrotum af kan staan. Maar waarom dan niet gewoon de hoofdhuid? Van een donor? De ervaring heeft geleerd dat het werken met een scrotum makkelijker is. Geeft minder snel afstotingsverschijnselen. En het scrotum is rekbaar. Dus dat is prettig materiaal om mee te werken. Ja, het klinkt misschien een beetje raar. Misschien ook voor u. Maar ja, u krijgt er een leuke bos krullen voor terug in de regel. Misschien moeten we er even met elkaar over praten. De voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Ja, ik vind dat we het zeker moeten proberen. Ja? Ja. Nou, dan kan ik u inschrijven. En dan is het wachten op een geschikte donor. De huidskleur moet een beetje overeenstemmen. We zoeken dus in uw geval een lichtroze zak. En het moet niet al te rimpelig scrotum zijn. Want uw man is nog niet zo oud. Hè? Nee hoor. Nee. Nou, ik zou zo zeggen, als we een geschikt scrotum gevonden hebben, dan krijgt u een telefoontje. En dan kunt u onmiddellijk naar het ziekenhuis komen. Nou. En dan zal ik u opereren. Perfect, goed? Dank u wel. Ja? Wel dan. Oké. Nou, ik hoop tot heel spoedig. Tot dag. Doe maar, pak er maar één. Ik kan niet. Ja.
Er breekt voor Jos en zijn gezin een moeilijke, onzekere periode aan van wachten en hopen. Ja? Met Van Tuyl. Ja, fantastisch. Ja, ik kom er meteen aan. Ja, goed. Ze hebben een donor. Ze hebben... Oh. Moet ik gaan? Kom op. Papa krijgt haar. De koffer die al maanden klaar staat, wordt gepakt en een taxi gebeld. Weet je het zo? Ja, we hebben er nou in gedaan. Tijd voor afscheid is er haast niet. Zeg maar dag tegen papa. Dag. Dag lieverd. Papa die is over 2 weken is die weer terug. Kom. De donorzak is zojuist per helikopter uit Heerlen aangekomen. En om het te behoeden voor afsterving wordt het vervoerd in een bak met ijs. Het is een hele mooie van een jongen van 28 jaar. Er zit flink wat haar op. Het moment waar Jos en zijn vrouw Marion zo lang op hebben gewacht, is eindelijk daar. De scrotumtransplantatie gaat beginnen en zal 6,5 uur gaan duren. Twee weken later is Jos aardig opgeknapt. De operatie is gelukt. Het scrotum heeft geen afstotingsverschijnselen vertoond en het verband mag eraf. Zo. Gespannen? Ja. Ja? Ja. 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 Nou. Ik heb de spiegel meegenomen. Ja, dat had je verteld. Ik kan meteen kijken. Ja. Schrik niet dat straks het verband eraf is. Want er zijn littekens, die zijn nog goed zichtbaar. Ja, weet ik. Trekt grotendeels weg, maar... Je krijgt hechtingen natuurlijk... gaan de volgende week uit. Ja, 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 maar je krijgt het natuurlijk nooit helemaal weg. Nou, daar gaan we. Oh. Ja. Dat is een beetje rooig. Er wordt een tipje van de ijsberg opgelicht. Oh, het is mooi. Ja, het is een heel klein beetje kastanjeachtig. Kijk, Marion. Ik zie kijk, het, schat. Kijk, ja? Kijk, ja, ja, ja. Kijk. Ja, zo. Oh, het is zo... Het is, ik dacht dat het bijgeknipt zou worden voor de operatie. En dat het, maar het is, als, het is zo lang het al. Het is wel lang, ja. Ik kan het is veel langer dan ik dacht. Ik kan mezelf een modellen knippen. Ja, mooi. Zo, nou, ik zet het lekker klaar. Het ligt apart, zodat je het goed uit elkaar kan houden. Dit is toch een risico? Doe het net zo. Ja? Precies goed. Nou. Nou, ik neem erin, mag dat? Ja hoor, pak okay. Lekker. Je mag veel chorizo nemen, want die vinden wij toch niet lekker. Oh. Ja. Henk, man. Je hebt dit van iets dierbaars van thuis meegenomen. Waarom vraag je net als ik een volle mond heb? Mm-hmm. Ik ben nieuwsgierig, wat is het? Omroepkwartet. Omroepkwartet? Wanneer heb je dat gekregen, hè? Toen ik 12,5 jaar bij de omroep was. Ach, toen ja, heb ik het gekregen en ik neem het overal mee naartoe. Want het is heel leuk als je in het buitenland bent en niemand kent mensen van radio en televisie in Nederland en je gaat het spelen. Dus kun je dan wel lezen, bijvoorbeeld hier met nieuwslezers. Ja. Dat je dus 4 nieuwslezers bij elkaar hebt. Ja. Dus heb je het met actrices en kinderseries en zo. Het is een heel leuk spel. Waar je dat, omdat het zo dierbaar is? En daar zijn mensen op die ik ken en waar ik mee gewerkt heb en zo. Dus dat vind ik heel leuk. Hartstikke, ik vind het wel een beetje extravagant. Ja, een beetje gek is het wel. Niemand heeft dat, denk ik. Nee, nou ik heb het ook. Ik ben al bijna mijn tweede kwartet toe. Zo. Ik zit alweer bijna 25 jaar bij de hoek. Maar Henk... Heb je er zin in de metamorfose? Ja, er gaat de metamorfose in. Ja. Ben je zenuwachtig? Weet je wel. Ik ook. Ik weet niet waarom, maar kom, we gaan samen naar achter. Okay. Gaat die snor eraf? Dat durf ik niet. Heb je een rare lip? Nee, ik heb hem. Oh, je hebt geen moeilijke lip? Nee, ik heb geen moeilijke lip, maar dat... Nee, dat... Hey, jongens. Kom, we gaan even naar Roberto. Okay, tot straks. Tot straks. Het is weer tijd voor de uitgaanstips. We gaan weer uit met elkaar. Een van de belangrijkste uitgaanstips die ik u wil zeggen is... een uitgaanstip
In Delft, in het Waagtheater. Daar wordt een nacht van de cabaret gehouden en er wordt geld ingezameld voor een aanleunwoningproject voor oude acteurs van theatergroep De Appel. Even een korte impressie, we gaan kijken. We hebben allemaal een rugzak, allemaal een rugzak. Dragen de ervaringen van het verleden met ons mee. Soms sla ik mijn tent op in het slagveld vol ervaringen. Een tent van soms geluk, een tent van wel en soms van wee. Sst. Ik heb mijn konijn meegenomen. Hij heet Snuffel. En ik heb hem al mijn hele leven bij me. Een slagveld vol fascisten en een gifstroom naar de zee. Fascisten en hun gifstroom naar de zee. Waar moet dan met de wereld heen? Trek ramptoeristen door de play. Ja, goh, er is zo'n 220.000 gulden opgehaald. Petje af, hoor. Nou, Joop van den Ende die heeft weer een nieuwe musical gemaakt. Pinocchio, dit keer. En we zien daar in de hoofdrol gelukkig weer een keer Bill van Dijk. En verder in Arnhem, in het Stedelijk Museum daar, bij Pierre Janssen. Daar is een video-installatie gemaakt door Hans Vermanen. En aanstaande zaterdag is Hans Vermanen daar de hele dag. En je kan met hem dansen als je zelf je eigen muziek meeneemt. We gaan even kijken naar een stukje van die video-installatie die hij gemaakt heeft. Ben benieuwd. En dan wordt het langzamerhand weer tijd om elkaar uit de bak te gaan trekken. Zonder te kijken. Eens kijken. Ik heb hier een kaart van... Oh, leuk. Dit is een uitnodiging van de Nederlandse Spoorwegen. En die weten mij te vertellen dat er een incesttrein gaat rijden door het hele land. Dat is dus een soort sproetenbus... Alleen is het in een trein, dan gaat het niet over kanker, maar gaat het over incest. En de trein is helemaal beschilderd. Ik denk door dezelfde kunstenaar als de uitnodiging van is. Dat is heel erg leuk van Peter van Straten. Verder zijn er optredens natuurlijk. Ik zie hier onder andere Minnie en Maxi en Neeltje Maria Min gaat gedichten voordragen. Nou, als het thema je aanspreekt, ga die trein in. Wij gaan er even tussenuit voor een korte ballbreak. Welterusten, lieve schat. Ga jij maar lekker slapen met je Major Kees baby trekdoos. Luisteren! Wat een goed idee van Enro Toys. Uw baby slaapt geheid in op de klanken van Paul van Vliet's Major Kees. Luisteren! Wie gunt zijn hummel geen goede nachtrust met zo'n Paul van Vliet baby trekdoos? Ook leverbaar met Joep van het Heks oudejaarsconferenzen van 89. Ja. Kijk ze lekker dromen voor maar 99 gulden. Nu met gratis Jack Spijkerman rammelaar, die oplicht in het donker. Android Toys Baby Products. Wat ga je doen met Henk, Alberto? Nou Ellen, we hebben voor Henk hebben een snelle look gecreëerd van Dr. Kriebel. Dat is een speciale mousse. Ja. Het heeft ook veel vitamine D en E's.
Speciaal ook voor de haar. Haarschacht kan het ook heel mooi zacht worden. En dat gaan we dan mooi sileren. Henk. Ja. Wat denk je? Wat gaat worden? Ik zal iets in uitgaan. De vrije tijd uitgaan. Dus ik denk dat ik daar wat mee ga doen. Wil je er een beetje jong uitzien? Een beetje anders, zoals ik er nooit uitgezien heb. Dat wil ik wel eens een keer. En dat lijkt me het leuke met die metamorfose nu. Ja. Dus ik... mag ik het zeggen? Ja, zeg het maar. Ik denk dat ik iets met piercing ga doen. Oei. Vind je dat lekker? Nee, maar ik wil het een keer proberen. Ik zie het bij anderen wel eens. Ja. En ik heb het zelf nog nooit gehad. En ik denk, kom, ik doe maar eens wat met piercing. En waar wil je dat aan hebben? Heel openbaar. Dus je gaat in het openbaar je broek naar beneden nee, doen? Nee, het komt. Ik wil het hier aan mijn wenkbrauw. Ik dacht op een heel andere plaats. Nee, dat doet zozeer, lijkt me ook. Ja? Ja. Maar het schijnt juist prettig te zijn, nee, hè? Op een gevoelige plek. Oh, nee. Nou, dan op in zo'n geval is het ook maar goed dat je bij de NCRV weg bent. Ja. Ik weet niet of ze het goed gevonden hadden. Nee, maar je kunt het weer eruit doen. Maar we hebben het nu toch wel over de wenkbrauwen, hè? Want het andere zie je niet. Ja, het duikt me sowieso een beetje. Goed, nou, nog eventjes, Roberto. Ja. Je hebt voor Henk een speciale vrije tijds mannen make-up, hè? Ja, dat klopt. Ja. Is dat iets nieuws? Dat is vrij nieuw, omdat we hier ook tegenwoordig een beetje neigen naar make-up te dragen. Ja. En dat doen we gewoon heel licht op de huid aanbrengen. Mm. En ik denk voor deze look, om hem af te maken, gaan we ook misschien Henk een leuk ziekje geven. Ja. En dat past misschien wel bij de totale look. En wat leuk, hè, dat het nu nieuw is, make-up voor mannen. Ja. Waar denk je dat het ophoudt? Kunnen we over een paar jaar verwachten dat de heren ook met een lippenstift in een tasje lopen? Nou, ik denk het niet. Misschien, het blijft denk ik alleen maar een beetje bij mascara. Mm. En een beetje bronzen voor de huid. Mm. En daar blijft het denk ik wel bij. Nee, je weet natuurlijk nooit nee. wat er over 100 jaar gebeurt. In de praktijk was het natuurlijk ook heel gewoon. Goed, jongens, laten we niet te veel uitweiden. We gaan terug naar Peter. Peter, die... Ja, hallo? De leukste uitgaanstip is... blijf lekker thuis op de bank en zet je videorecorder aan. Verschenen op Koopvideo deze cult art videofilm... Le Thème de la Nouvelle Vague. Het is een Nouvelle Vague noir film... en we gaan even naar een stukje kijken. Les jours passent comme des boules grises. De temps en temps, j'aperçois le fil d'Ariane qui les relie. Ne pense pas, Philippe, que ce fil pour moi, ce soit l'amour. Le sentiment rend tout si mou. Le sentiment, c'est la petite bourgeoisie qui s'empiffre. Ces gens lâches, petits bourgeois, qui font de la vie un roman à l'eau de rose, avec leurs idées d'amour bornées. Ils tissent la toile avec leurs sentiments mous. Ils appellent ça de l'art, de la passion. Mais en fait, ce n'est que de la soumission aux angoisses de l'autre. L'heure de la vérité a sonné. Toute tentative de reproduire la réalité est d'avance vouée à l'échec. Et si je décide d'ajouter sur la toile mes propres sentiments, si je prends un pinceau et commence à peindre, je ne sais plus où j'en suis. Je veux me révolter. Je veux te rendre d'une façon réaliste. Je veux montrer que tu es la femme, une femme qui déborde de l'amour, qui en accouchant donne naissance à la vie nouvelle. Le temps a l'air de quelque chose d'innocent.
Nous sommes esclaves de nos illusions. Esclaves du temps qui lui-même est une illusion. Esclaves de notre croyance. La foi, c'est une illusion. Dieu n'existe pas. Il n'y a que toi qui existes maintenant. Réveille-toi, Philippe. Réveille-toi. Réprouvé de la terre. Jette ton pinceau et prends la faucille. Coupe les boules grises en morceaux et suis le fil d'Ariane. Est-ce Marx ou Sartre? Qu'est-ce que ça peut faire? Puis-je faire un dessin de toi? Qu'est-ce que tu veux exprimer, Philippe? Qu'est-ce que tu veux raconter? Pas raconter, Yvette. Voir. Faire voir. Pourquoi tu résistes toujours? On est condamné à être toujours attaché l'un à l'autre, comme des pôles magnétiques. Si tu veux changer le monde, Yvette, ne fais pas de grandes phrases. N'essaie pas de me coincer avec tes convictions politiques. Crois-moi, l'ordre établi peut tomber de son piédestal. Mais dès que tu auras le rôle de tourner, cet ordre-là sera remplacé par un autre. Ce n'est pas ce monde-là que tu dois changer, mais ton monde à toi. Et ce monde à toi, c'est moi. Change-moi, nourris-moi de ton amour, pas de tes paroles. Débarrasse-toi de tes amis artistes à la petite semaine. On a le temps. C'est notre temps. Le temps est à nous, Philippe. Il n'y a personne d'autre. Ouvre les fenêtres toutes grandes de ton atelier et fais sortir l'odeur pourrie de la bourgeoisie. Je n'exige rien. Je ne veux rien. Je tiens le temps dans mes mains. J'enchaîne mes jours les uns aux autres. Je mène ma propre politique, ma propre évolution. Sans la moindre illusion et ni la moindre notion temporelle. Dans le présent infini.
Si je ne peux pas te convaincre, si tu n'aperçois pas mon amour parce que ton regard est fixé sur ce monde condamné à vieillir, vivre n'a pas de sens. C'est en vain que je fixe mon regard sur la toile blanche, tandis que la peinture sèche. Le rouge n'est pas une couleur. Le rouge, c'est le sang. Je me vis de mon sang. Je meurs. Souviens-toi de moi, comme de quelqu'un qui s'est battu. Non pas pour un idéal politique inaccessible, mais comme un homme qui cherche son idéal dans une femme. En ja hoor mensen, er kan natuurlijk nog steeds gebeld worden. Heeft u een leuke anekdote over vrije tijd? Dan kunt u bellen en u kunt die leuke, lekkere elektrische kurkentrekker ermee winnen. Die moet terecht uit. En je kan ook vragen stellen aan Henk Mouwen hoe hij zijn vrije tijd besteedt. Bel ons. Goed, ik geloof dat ik nu iemand aan de telefoon heb. Hoe heet je? Benny? Ja, Benny. Hi Benny. Hi Ellen. Hi. Hi. Benny, je hebt een leuke anekdote over vrije tijd? Ja, ik vrij heel veel. Oh, je vrijt heel veel in je vrije tijd. Ja. En dat is heel leuk? Ja. Wat is er zo leuk aan? Doe je het op een gekke plek of zo? Nee, ik doe het niet op een gekke plek. Ik doe het meestal thuis. Je doet maar wel het thuis? Met twee vrouwen tegelijk. Oh, met twee. Ja. En zijn dat gekke vrouwen? Nee, ze zijn op zich niet gek. Er is één grote vrouw, een stevige grote vrouw. En daar is om te lachen, om die grote vrouw? Nou, die lange dunne, die is grappiger, want die lacht altijd als ze klaarkomt. En dan lach jij ook? Nee, nog niet. Oh. Nee. En wat doen die vrouwen met je dat het dan zo lollig wordt? Nou, ze komen klaar. En dat doen ze op een vreemde manier? Ja. Ja, meestal wel dan... Die lange dunne, die lacht altijd als ze klaarkomt. Ja. En die dikke, die puft meer als ze Die puft meer. En die combinatie van het lachen en het puffen, dat is heel grappig. Ja, als dat tegelijkertijd gebeurt. Hè. En als ik dan ook klaarkom, dan voel ik me echt vrij. Dus het is meer voor het oor en leuk gebeuren. Heb ik hem nou gewonnen? Nou, ik vind het een hartstikke leuk verhaal. Ik heb een elektrische kurkentrekker gewonnen, want daar wil ik ook mee. Ik vind het tot nu toe het leukste verhaal wat ik gehoord heb. Dankjewel. Je hebt de kurkentrekker verdiend. Het programma, ik vind het leuk. Doe Henk de groeten. Nou, de kurkentrekker is eruit, mensen. Maar je kan natuurlijk blijven bellen. Want we blijven nog steeds benieuwd naar uw anekdotes. En we gaan kijken naar een fragment uit het fotoalbum... En deze week is het fotoalbum van Mona. Annie Hamman uit Emmeloord lijdt aan een zeldzame spierziekte en zit al sinds jaar en dag aan een rolstoel gekluisterd. Maar ze drukt me met klem op het hart dat niet voorop mag staan in dit interview. Ze voelt zichzelf geen zielig invalide, maar een gelukkig en bevoorrecht mens. Ze is namelijk gezegend de gave. Ze magnetiseert en heeft al vele medemensen door middel van handoplegging van ziektes en kwalen genezen. Dat Annie Hamman buiten het feit dat ze een bijzonder mens is, ook nog een heel lief en gastvrij mens is, ondervond ik aan den lijve toen ik haar opzocht in haar gezellige benedenwoning in Emmeloord, die ze deelt met Gijs en Joep, haar langharige cavia's. Als kind al zag ik dingen en voelde ik dingen die andere mensen niet voelden, vertrouwt ze me toe. En dan klinkt het tuinhekje. Dat is Emmy, roept Annie enthousiast uit, een patiënt van me. Ze rijdt in haar wagentje naar de achtertuin, alwaar ze Emmy allerhartelijkst begroet. Even later ligt er een stevig gebouwde vrouw van middelbare leeftijd in haar ondergoed op de tafel in de eethoek. Emmy heeft maandelijks last van hevige menstruatiepijnen en is nu al voor de derde keer bij Annie onder behandeling voor verlichting van de pijn. Annie rijdt enige malen geconcentreerd en kloksgewijs rond de tafel. Dit kosmisch ritueel voer ik uit voor elke behandeling, legt ze uit. Alles draait in en om ons heen, zegt ze. Soms is er iets verstoord, zoals bij Emmy. Vandaar dat ik rondrol om de energieën om haar heen in harmonie te brengen.